Jongens, Jeraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Jeraske Gamer, vandaag zit ik hier met mijn prachtige Aegis X3 MSI computer. Het is een super klein ding. Er zit een Intel Core i7-7700K processor in. Met daarbij nog eens 16 gig RAM geheugen natuurlijk. Een Nvidia GTX 1080 videokaart en nog eens een 512 gigabyte SSD schijf. Waar natuurlijk je Windows op staat, waardoor je hem lekker snel kan opstarten. Met daarbij nog eens een 2 terabyte normale HDD schijf. Het is een game computer, hij is mega klein, hij ziet er ook nog eens vet uit. Dus als je vrienden langskomen, kan je zeggen: check my computer, man! En als je hem mee wil nemen, til je hem gewoon makkelijk op. Dus dan kan je hem overal mee naartoe nemen. Super licht, dus zelfs ik kan hem optillen en ik sport niet eens. Dus wat wij gaan doen, jongens, is we gaan op deze computer gaan we een potje spelen. Lekker Call of Duty natuurlijk, puur omdat we Call of Duty spelers zijn. Je kan ook, als je een CD hebt, prachtig CD erin doen, die komt er gewoon makkelijk uit. En je hebt hier nog een mooi knopje waardoor het MSI logo prachtig oplicht. Dus ja, we gaan hem even aansluiten op mijn beeldscherm, op mijn toetsenbord. En dan gaan we dit ding eens eventjes mooi testen. Natuurlijk kan hij het wel aan, want er zit natuurlijk een dikke game videokaart in de Nvidia GTX 1080. Dus dat is echt een mega goede kaart voor het gamen. 60 gig RAM, daar kan je eigenlijk wel alles mee aan. Natuurlijk kan, als je dan wil opnemen, kan je opnemen en spelen tegelijk. Je kan streamen en spelen tegelijk, dus die RAM die kan het ook goed aan. En je hebt genoeg ruimte om al je games op te slaan, je video's op te slaan als je natuurlijk video's maakt. En ga ze maar door. Dus de vleugeltjes die klappen wij in. Die kan je ook uitklappen. En dan nemen we mee naar boven en dan gaan we... Yes. Zijn we dan, jongens, in een Black Ops 3 potje op de map Jemen. Het is een Team Deathmatch potje, dus natuurlijk goed opletten geblazen. Ik heb de A94 in mijn handen. En nu is de vraag, ga ik raak kunnen schieten met mijn toetsenbord en muis? Of schiet ik letterlijk alles, maar dan krijg ik echt alles mis? Wat? Nee! Nee! Oh my god, gek! Oh, you kidding me! Nee! Daar had ik hem echt gewoon niet verwacht, jongen. Ik had hem overal verwacht, behalve daar. Er valt een teammate van de map af. Oké, mijn aim. Oké, dat was mijn PC-aim. Beetje aan de scheve kant, maar ja, een beetje is niet heel erg. Zolang we mij niet doodgaan, weet je. Als we doodgaan, dan is het een ander verhaal, want dan zijn we gewoon slecht bezig. Dus... Oh! Holy shit, die stond dichtbij. Er staat er nog een ietsje verderop, die heeft mijn teammate nu gekillt, zo te zien. Oké, lekker dubbelkilletje, lekker bezig. UAV is ook alweer binnen. Oh joh, dankjewel team. Hij zit er nog een, er zit er daar nog een. Hij kan naar me toe komen. Of niet. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. Team weet, ik zweer het je, ze zitten zo... Ja, ik wou net zeggen. Ze zitten zo meteen bij jou, jongen. Ik wou het nog zeggen tegen, maar ja. Hij luisterde niet. Met nummertje 3 roep ik mijn UAV in. Waar is die vent naartoe? Huh? Er zat hij net in. Hij is weggelopen. Hoppa, nog een dubbel killetje. Ik wou net zeggen, er liep namelijk net een enemy tegenover me. Maar die was in één keer weggelopen, maar. Hij was. Oh! Oh! Wat? Ik had er dood moeten zijn. Ik had er zo hard dood moeten zijn. Ik zweer het je. Kom op. Ik wil een stel chopper hebben. Nee! Ik zag zijn hoofd uitsteken! Ah, goede kill hoor, kijk maar. Ik zag echt, hij zag ook net mijn hoofd uitsteken, jongen. Dat was goed van hem. Oké, lekker mooie headshot daar, oh. Oké, we moeten heel veel die vent in de gaten houden die mij net heeft gekillt, want die loopt waarschijnlijk nu hier ergens. Alleen ik ben best wel bang voor hem, want ik weet namelijk dat hij goed kan richten, dus... Wat de hek, hij rent toch gewoon op af, joh. Dat is niet slim om te doen, vriend. Ik ben dood. Ah, ik stond bovenop hem. Die gozer moeten we in de gaten gaan houden, jongen. Want die kan best wel hard schieten, namelijk. En ja, ik speel niet zo vaak op PC. Dus voor mij ligt natuurlijk net allemaal eventjes een tikkeltje anders. Oh, die heeft verder hard geraakt. Oh nee, kut. Nee, die hoort ook niet bij ons teammate. Dankjewel, vriend. Dankjewel voor het redden van mijn leven. Holy shit. En die ook. Zit daar nog eentje binnen. Ik weet niet waar die naartoe is gerend. Komt er één in mijn rug, sowieso. Oké, wacht. Ik blijf er heel veel staan. Die vet hebben Remington. Ik heb 14 kogels. Oh, ja, assist. Hij is sowieso dood. Oké, gelukkig. Hij had een Remington in zijn handen waar je of voor moet passen. In Black Ops 2 is natuurlijk de Remington. Ja, shit. Waar moet ik naartoe dan? Ik sta nu te campen, man. Daar hou ik niet van. Ik vind wel dat Black Ops 2 ziet er echt mooi uit, joh, op de PC. Ik heb al mijn graphics heb ik gewoon vol uitgezet. Die PC die kan het toch wel aan, dus waarom niet?
Oh kut, ik heb bijna out of ammo. Ik heb een wapen nodig. Heb iemand een wapen voor me? Nee, hè? Oké, wacht. Als mijn teammate... Dankjewel, dan pak ik zijn wapen op. Oké, zo. Ik heb een type 25. Woe! Kut, ik heb hier ook geen ammo meer in. Shit! Ik heb een andere AN-94. Ik heb een nieuwe. Oké, lekker. Ik heb mijn lightning strike. Dit is lachen, jongen. Ik heb ook totaal geen lek of zo. Dus hij loopt super chill, dit ding. Dat is natuurlijk ook wel wat je wil. Want als jij frames dropt... dan ga je natuurlijk automatisch niet zo goed kunnen spelen. Oh, lekker dan. Hier, jongen. Je raskunt de PC, jongen. Nah, shit, man. Woe! We gaan lekker hier, oké, stel choppertje erbij. Leidingstrijkje erbij. 1, 2, ik denk daar ongeveer ergens. Die komt daar recht voor me neer. Ja, lekker stel choppertje. Lekker leidingtje. We staan gewoon 24 om 4, hè, jongens. Het puk zit er wel weer bijna op. Lekker assistje. Oh, kut, in mijn rug. Ah, oh, ja, ze stonden allemaal achter me. Daar kon ik niks aan doen. Het puk zit er alweer bijna op. Want het is natuurlijk zo dat Black Ops 2 maar tot 75 punten gaat. In plaats van natuurlijk de 100. Oh, kut, die was scheef. Oh, ik heb je ook nog. Oh, ik dacht dat ik scheef was, maar andere mensen bakken er ook helemaal niks van, zo te zien. Oh, hipfire, let's go. Nog één kill, stel choppertje. Oh, lekker, jongens. Lekker potje gespeeld door. Wat ik nu ga doen, jongens. Oh, even GG typen. GG, dat kan namelijk op PC. Wat ik nu ga doen, is ik ga nog eventjes een potje Black Ops 3 spelen. En dan kijken we eventjes hoe die verloopt. Dus dit was Black Ops 2. Nu is het op natuurlijk naar Black Ops 3. Alright, jongens. Zoals je kan zien ben ik in een free-for-all potje gekomen. Op de map breach. Ik sta wel al 6 kills achter. Dus dat ben ik nou net... Daar ben ik nou net weer niet heel erg blij mee. Maar we gaan eens even kijken of we hierdoor natuurlijk de comeback kunnen gaan maken. Ik heb de Kuda in mijn handen. En nu is de vraag... Oh! Waar zijn de enemies en kunnen wij raakschieten? Want raakschieten is nog best wel lastig. Op de PC. Nee, ga je nou echt campen, repeat? Ga je nou echt campen, vriend? Die vent staat nu 2 om 1. Hij killt met 2 keer achter elkaar. Maar die vent kan raakschieten, jongen. Hij staat er nog steeds. Hoppa, oh, trip mine. Oh, 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 oh. My god. Ik weet niet precies wat daar gebeurde. Lekker dubbel kill. Maar op een of andere manier hebben we het overleefd. Dus als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook gewoon best. Maakt mij namelijk niet uit, dat ik wil graag... Nee! Oh my... Ik weet niet hoe ik nog leef. Ik wil gewoon dit potje winnen. Ik weet niet hoe ik nog leef. Waarom gaat iedereen stilzitten op die trap? Is dat een PC-plek of zo? What the fuck, joh? Twee keer achter elkaar ook echt, hè? Kijk, als het nou één keer gebeurt, dan kan ik het wel begrijpen, weet je. Dan is er geen probleem bij, maar... Oh, shit. Twee keer achter elkaar dat iemand daar op de trap is stilgezitten is wel raar, vind ik, maar ja. Ik ben zelf ook raar. Ja, jongens, we weten het. Oh my god! Hier, jongen! PC-aim! Ik ben best wel scheef, maar op een of andere manier win ik de gunfights wel, dus... Ik weet niet wat het is, maar... Ik sta gewoon bijna voor. Ik sta nog maar één keer achter op dit moment. Ik zet mijn kinetic armor aan voor het geval dat. Daarvoor dus. Hij heeft me niet gezien hoor, daar niet van. Dus eigenlijk is dit een beetje verneuking van mijn kinetic armor. Maar hoppatee, die heb ik ook nog. Maar ik heb nu wel weer een nieuwe UAV. Kinetic armor eigenlijk een beetje verpest. Eigenlijk een beetje heel erg hard verpest. Ah, goede kill. Had een headshot. Goede kill van hem. Had een headshot. Dat had ik niet door. Maar dat maakt niet uit, joh. Beter kinetic armor verpesten en het overleven. In plaats van niet gebruiken en doodgaan. Jij vieze spawn trapper. Kut. Waarom kunnen mensen soms zo goed aimen? Ze maken ook allemaal een headshot, joh, op mij. Zo, jongen. Viezerik. Dat is echt heel vies. Je kan Call of Duty vies spelen. Maar dan ben je wel vies, Rick. Ik moet serieus opletten hier, joh. Ik moet echt... Dat wou ik zeggen. Ik moet echt opletten, joh. Oh my god. Ik weet niet of er hier nog een zit, hoor. Ik ben gecounterd op dit moment.
Maar holy shit, ik maak echt serieus kills hier, jongen. Jammer dat ik hem niet had dan, hè. Jammer, joh. Ik ben wel gecounterviewd, maar ik sta ook voor, dus... Hij zit er bovenop, hij zit er bovenop. Kom je achter me aan? Ik weet dat je het wil. Nee, komt via die kant! Ah, dat is irritant in die counterview, want je ziet natuurlijk helemaal niks meer, joh. Ik loop wel echt steeds aan dezelfde plek, want ik... Nee! Repeat! Kut! Oh my god, jij hebt zo'n geluk. Of ik heb geluk. Oh, met zijn laatste Vesperkogeltje. Ik moest die repeat vent hebben, jongen. Want ik mag hem op een of andere manier niet. Ik weet niet waarom niet. Maar ik mag hem op een of andere manier niet. Dus ik moest even achter hem aanlopen om hem alsnog te kunnen killen. En ik had hem uiteindelijk wel. Niet natuurlijk op de manier waarop ik het eigenlijk zou willen zien, maar... Daar gaat... Kut, zit er een achter me. Daar gaat het nu natuurlijk niet om. Die vlammenwerper, ik moest reloaden. Ik heb maar 30 kogels, gek. Ah, shit. Ik ga dit winnen nu ook, joh. Ik vind het lachen. Hij loopt ook gewoon lekker natuurlijk, de game. Ik heb helemaal geen last dat er een frame dropt of wat dan ook. Dus dat is sowieso natuurlijk mega, mega belangrijk. Huh? Waarom schoot je op mij? Er stond iemand naast je. Je begint op mij te schieten. Ik snap er soms helemaal niks van wat mensen doen. En ja, kijk. Hij is echt vies, jongen. Hij gaat dat hele potje staan. Kijk, wij lopen rond, weet je. Ik probeer niet stil te gaan staan, maar die repeat, hij staat ook niet eerst daardoor. Die zit alleen maar daarboven op die trap te campen. En omdat hij dat doet... Omdat hij dat doet, gaat hij nooit het potje kunnen winnen. Puur omdat hij alleen maar stil zit. Dus hij maakt niet snel genoeg kills om het potje te winnen. Dus hij moet gewoon gaan rondrennen, alleen hij doet het niet. Ik vind het niet erg. Maar daardoor verliest hij nu namelijk wel het potje. En dat is natuurlijk goed voor mij, want daardoor kunnen wij het potje winnen. Komt er sowieso even hier beneden hier. Ik wist het. Oké, nu ga ik wel heel veel campen. Ik wist het. Oké, dat wist ik. Daar zat ik wel even op te wachten. Kinetic armor aangezet. Oh, ja, daar kan kinetic armor niks tegen doen. Shit, man. Oh, er was nog een voice crack ook tussendoor. Oh, ja, daar kan kinetic armor helaas niks tegen doen. Het was natuurlijk wel te proberen, maar... Ja, dat gaat... Oh, kut! Ah, dat gaat niet goed. Ik wist niet dat hij daar spande. Nog 3 kills moeten we maken en hebben we gewonnen. We hebben wel vet veel deaths natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk al lang goed dat we gewoon nog kunnen winnen, joh, als ik eerlijk ben. Ik had nooit verwacht dit potje überhaupt te kunnen winnen. En de spelers waar we tegen zitten zijn nou ook niet echt de slechtste of zo. En nog een double kill cam, jongen! Zo doen we dat! Woe! Potje gewonnen, terwijl we level 13 zijn op deze Call of Duty. Dus dat hebben we eens even mooi, gedaan, jongens. Dus mocht jullie hebben genoten, jongens, van deze video... Ram natuurlijk sowieso kaart op lijn. Of check sowieso natuurlijk deze PC uit. Deze MSC PC. Fucking camper. Waarom zegt iemand dat ik een camper ben? Noob. Zo, die dief voor je. Dat is een dikke comeback, jongen. Zo, ik moest even de repeat zeggen dat hij noob was, hoor. Ik stond helemaal niet te campen. Dus je kan zeggen wat je wil, jongen. Maar dan ben je gewoon slecht. Shots fired. Maar check natuurlijk de PC uit. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Dat je er gewoon op kan klikken. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor de support. En hoop natuurlijk ook weer tot de volgende video. Bye bye, mensen.